Deze video is onderdeel van een serie over ondernemerschap. De video's zijn eveneens goed bruikbaar bij mijn boek Zo maak je een ondernemingsplan. Deze video toont welke investeringen je moet doen om je onderneming te kunnen starten. Om je bedrijf te kunnen starten, zul je investeringen moeten doen. Je zult middelen moeten hebben om je bedrijf te kunnen voeren en dat laat je zien in de zogenoemde investeringsbegroting. De investeringsbegroting bevat de geplande investeringen, dus de investeringen die je wilt gaan doen. Het is een plan voor de toekomst. Nou, je kijkt hier even naar naar zo'n investeringsbegroting. Je ziet daar twee groepen in staan, dat noemen we de activa. En je hebt de vaste activa en je hebt de vlottende activa. De vaste activa die gaan over investeringen die langer dan een jaar meegaan. Hè, dus een bedrijfspand of investering zoals je die daar ziet. En de vlottende activiteit, dat zijn investeringen die je doet en die minder dan een jaar meegaan. Activa zijn dus bedrijfsmiddelen waarmee je je onderneming voert. Nou, die vaste activa die noemen men ook wel de duurzame activa, omdat ze langer duren dan een jaar. Nou, een voorbeeld van die activa is natuurlijk een bedrijfspand. Hè. Je moet ergens je bedrijf, je organisatie, je onderneming hebben gevestigd. Misschien dat er ook nog een verbouwing heeft plaatsgevonden, die kan je daarbij rekenen. Je hebt te maken met de inventaris, dus de meubelen en dergelijke. En de andere zaken die erin staan, een keuken die erin gebouwd is bijvoorbeeld. Dan heb je te maken bijvoorbeeld met vervoermiddelen voor je transport. Je moet denken aan je machines die je misschien nodig hebt om je bedrijf te kunnen voeren. Als je een productiebedrijf hebt, is dat wel duidelijk. Maar misschien heb je ook wel kopieerapparaten en dergelijke die je mee moet nemen. Nou, en er is er nog een post overige. Er zijn natuurlijk meer vaste activa dan hier genoemd zijn, maar dit is ook een eenvoudig voorbeeld. Nou, als je die bij elkaar optelt, dan zie je dat er een totaal is van 400.000 euro aan vaste activa die je op de investeringsbegroting hebt staan. Bij de vlottende activa, dus de zaken die minder dan een jaar meegaan, moet je denken aan voorraden. Dus voorraden van het product wat je gaat verkopen. Misschien heb je voor 50.000 euro, zoals hier staat, in je magazijn staan. Waar je mee begint. Hè. Dit is een investeringsbegroting voor het begin van je onderneming. Je liquide middelen, dat is een belangrijk begrip. Liquide middelen, dat zijn, is eigenlijk je bankgeld en je kasgeld. Dus het geld waar je direct over kunt beschikken. Liquide betekent vloeibaar. Je kunt heel makkelijk kun je zeg maar het uitschenken om het te kunnen gebruiken. Nou, dan heb je bijvoorbeeld ook nog de te vorderen BTW. Dat is dus BTW die je al betaald hebt aan de belasting. Maar omdat je nog niet begonnen hebt, kun je dat weer terugkrijgen van de Belastingdienst. Nou, die vlottende activa samen is bijvoorbeeld een bedrag van 100.000 euro. En als je dat dan bij elkaar optelt, die 100.000 en die 400.000 euro, dan heb je een totaal van 500.000 euro nodig als investeringsbedrag om die vaste activa en die vlottende activa te kunnen betalen. Dus totaal van wat je nodig hebt aan geld om te kunnen starten.